Dit is een presentatie die ik al een tijdje geleden heb voorbereid. Het is wel lastig om er meer om hem te ontwikkelen, omdat er niet zo heel veel over is geschreven. Maar goed, daar moet ik nog een beetje over nadenken. Dit is wat de Vandalen. De Vandalen, de standaard woordenboek in Nederlandse taal, zegt over een déjà vu. De indruk dat je iets al eerder hebt meegemaakt. Dat is wel eenvoudig. Wikipedia probeert een samenvatting te geven van wat wetenschappers hierover zeggen. En dat zijn met name onderzoekers in de psychologie en in de hersenwetenschappen, neurologie. De ervaring iets mee te maken waarvan men tegelijkertijd de indruk heeft het al eerder te hebben meegemaakt, terwijl men weet dat dat niet het geval is. Oh. En daar zijn de verklaringen. Dan moeten we zeggen, dat is natuurlijk nooit echt. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk, maar er is natuurlijk niet. Het is heel moeilijk om te bewijzen dat een verklaring echt altijd zou gelden, omdat het zo moeilijk is om een déjà vu bij iemand teweeg te brengen. Zelfs als je die verklaringen kent. Maar goed, er is de theorie van de gesplitste aandacht. Dus volgens veel wetenschappers is het niet. De meeste wetenschappers zeggen dat het niet mogelijk is dat je iets al. Dat je als het ware iets door een déjà vu, wat een beetje de verklaring is of die veel mensen eraan geven die dat niet wetenschappelijk bestuderen. Dat als je een déjà vu hebt, dat het dan iets zegt over de toekomst. Nou, dat wordt dus natuurlijk niet in de wetenschap erkend, want in de wetenschap zien ze daar geen mogelijkheid toe. Maar er is wel een theorie, namelijk dat mensen in feite heb je eigenlijk een bepaalde waarneming. Bijvoorbeeld je ziet een ruimte, een kamer. Denk je van, hé, die kamer die ken ik. Daar ben ik eerder geweest. Theorie van de gesplitste aandacht zegt, dat komt omdat je een beetje moe bent. Of dat je misschien niet helemaal met je aandacht erbij bent. Waardoor een deel van je aandacht, als het ware de waarneming al verwerkt heeft en een ander deel van je aandacht niet. Dat is de theorie van de gesplitste aandacht. Daardoor voel je dus een soort tegenstelling in jezelf, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Dat is de theorie. Een hele oude theorie die tegenwoordig niet meer wordt geaccepteerd, is de psychoanalyse. Nou, de psychoanalyse van Freud gaat uit dat er verdrongen gedachten zijn die naar voren komen. Maar goed, er is niet zoveel, wordt niet zoveel meer geloofd. Dan hebben we dus eigenlijk een vergelijkbare theorie, van de gesplitste aandacht. Een fout van het brein. Dus dit gaat echt specifiek over de locatie van waar dit probleem zich plaatsvindt. Namelijk het temporale kwab van de hersenen. Dus een deel van je hersenen wat verwerkt welke tijd dingen gebeuren en zo. En dat het gewoon een fout is van het brein. Waardoor dus bepaalde herinneringen eigenlijk geen herinneringen zijn, maar die wel zo als zodanig worden aangezien. Nou ja, dat is de theorie van de wetenschap in het algemeen. En daar zit wel enige bewijsvoering in de zin dat mensen met bijvoorbeeld een ziekte zoals epilepsie vaker last hebben van déjà vu's. En dat heeft dan te maken vaak met een andere, bepaalde problemen in hoe de hersenen werken. Ja. Er is bijvoorbeeld een man die heeft ooit, die had dus voortdurend déjà vu's. Dus de hele, vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, voortdurend het gevoel dat alles wat er gebeurde, dat hij dat al had eerder meegemaakt. Je hebt daar ook een film over van 90 jaar, hoe heet het ook alweer, Groundhog Day.
Die is een tijdje onder Amerikaanse boeddhisten nog wel als een soort van casusstudie gebruikt van hoe in het boeddhisme wordt gekeken naar vorige en volgende levens. Maar goed, dat is een beetje vergezocht. Maar in deze film is er dus iemand en die wordt geboren, of sorry, die wordt wakker, laat ik het zo zeggen, met precies dezelfde dag. En dat gebeurt dus telkens weer. Dus telkens als de wekker afgaat, dan is het weer dezelfde dag. Dan is alles wat er gebeurt weer gereset en begint alles weer opnieuw. Dus op een gegeven moment weet hij ook precies wat er allemaal gaat gebeuren. En daar maakt hij dan ook misbruik van. Maar vervolgens, dus bijvoorbeeld, hij weet dat er ergens een goud zal worden vervoerd. Dus dan gaat hij dat goud stelen of het geld. Want hij weet wanneer en wat gebeurt, exact. En nou ja, alle dingen weet hij, op een gegeven moment komt hij dan achter. Maar op een gegeven moment gaat hij dan die gave, dat hij telkens dezelfde dag weer ervaart, gaat hij vervolgens gebruiken ten goede. Dus als iemand, bijvoorbeeld, is een kind dat uit een boom valt en dat normaal gesproken zou overlijden. En hij rent dan heel snel daar naartoe, want hij weet dat in zijn beleving vindt dat elke dag plaats. En hij wil dat kind dan op tijd redden. En dat lukt. En zo gaat hij dus allerlei positieve dingen doen, juist. Om dus juist van die gave gebruik te maken, kan hij dus zijn leven juist verbeteren en steeds meer een heel bijzonder en goed mens worden. En dan is hij op een gegeven moment bij de volgende dag. Dus dan is hij uit zijn moeilijke situatie bevrijd. Nou, dat wordt door sommige mensen wel geïnterpreteerd als een soort van metafoor, een soort van symbool van het boeddhistisch idee van wedergeboorte. Dat je eigenlijk altijd vastzit in dezelfde gewoontes in levenslang. Levend door levens heen. Of zoals jullie het Vlaams zeggen, doorheen vele levens. Dus dat is in feite een probleem. En dan ga je dus proberen jezelf te ontwikkelen als mens. Een mooie mens te worden. Een beter mens. En uiteindelijk ook je werkelijke doel als mens volledig te benutten. Door het bereiken van de verlichting. En daardoor kun je dus vervolgens uit dat moeilijke noodlot bevrijden. Nou, om een lang verhaal kort te maken, er zijn dus ook mensen die even terugkomen naar het onderwerp, die dus dat de hele dag lang ervaren. En dat komt dus door fouten in de hersenen. Dat is wat de wetenschap zegt. Je hebt ook gewoon mensen die zeggen van ja, het is gewoon maar een vreemd gevoel en het heeft geen betekenis. Maar wat zegt het boeddhisme dan eigenlijk over? Ja. Dus in de tijd van het boeddhisme is er ook werkelijk een verhaal waarin een déjà vu plaatsvindt in de oude boeddhistische teksten. Hier zien we een plaatje met daarin de Boeddha en Nakulapita. Nakulapita was een belangrijke ondersteuner of een supporter van de Boeddha in die tijd. Je ziet dat in boeddhistische plaatjes wordt vaak de Boeddha afgebeeld met een soort van aureool. En dat is niet omdat ze nou het boeddhisme nou van de christenen naaapt of andersom. Maar dat is een specifiek idee dat de Boeddha een bepaalde uitstraling van licht heeft door zijn goede karma. Maar goed, dat is een verhaal apart. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, dit is dus, er waren dagelijks heel veel mensen die bogen voor de Boeddha, maar wat is hier zo bijzonder aan? Nu, de Boeddha die kwam naar een bepaald dorp toe met zijn bediende, de Irwade Ananda, waarover ik eerder heb verteld in het verhaal van verlichting met een deadline. En waren er twee mensen, deze man en zijn vrouw, die heet Nakulamata, die snelden naar de Boeddha toe en die bogen voor hem en die spraken hem aan als hun zoon. Dus de Irwade Ananda, die net zoals vele wetenschappers,
die dacht, dit kan niet, dit is een fout van de hersenen. Dit zijn mensen die een vergissing maken, die niet helemaal, misschien een beetje, een beetje, misschien dacht hij, dat is niet helemaal duidelijk uit de tekst, maar misschien dacht hij van nou, ze zijn niet helemaal bij hun hoofd of ze zijn al wat ouder en misschien niet helemaal meer bij, met aandacht erbij. Maar de Boeddha die wimpelde, of die zei tegen Iwade Ananda, dit zijn werkelijk mijn ouders in een vorig leven geweest. Even iets over hun naam. Ze waren, dit was dus de ouders waren dit van Iwade Nakula. Dus de naam Nakula Pita en Nakula Mata betekent letterlijk de moeder en de vader van Nakula. Dus de echte namen van die ouders zijn, is niet overgeleverd, zijn niet overgeleverd. En de Boeddha die zei dus daar nog verder over, dat die Nakula Mata en Pita, die waren dus vele levens lang al hun, zelfs zijn oom en tante geweest en grootouders. Er was heel vaak een familieband. En dat verklaarde dus waarom zodra die Nakula Mata en Pita de Boeddha zagen, ze onmiddellijk hadden een feest van herkenning hadden. Onmiddellijk een groot, heel sterk gevoel hadden van dit heb ik eerder gezien. Een déjà vu. Ja. En, maar dat was dus niet zoals de Iwade Ananda die dacht met de wetenschappers van de huidige tijd. Dat is een fout in de hersenen. Dat kan natuurlijk soms wel zijn, zeker bij iemand die epilepsie heeft of iets dergelijks. Maar er was in dit geval dus wel iets anders aan de hand, een spirituele verklaring. En dit is niet de eerste keer dat de Boeddha over zoiets spreekt. Er is een heel bekende, nou ja, bekende, een redelijk bekende leerrede die door in de Mahayana-boeddhisme, in het Chinese en Japanse boeddhisme heel vaak wordt aangehaald. Namelijk waarin de Boeddha zegt dat het heel moeilijk is om iemand te vinden op deze aarde die niet ooit onze moeder is geweest, onze vader, onze zus, broer enzovoort. Onze zoon, dochter. Daaruit kun je twee dingen concluderen, of misschien zelfs meerdere dingen. In de eerste plaats dat we dus al heel veel relaties met mensen hebben ontwikkeld door vele levens lang. Volgens het boeddhisme althans. Ik ga hier niet zeggen wat je moet geloven. Ik ga geen lijst met geloofsartikelen doorlopen. Ik zeg alleen, ja, dit is iets wat interessant is en de moeite waard om te bestuderen. En het heeft ook een effect op je dagelijks leven. Dus ja, het is wel een beetje een merkwaardig verhaal natuurlijk. Maar de Boeddha, wat ook één ding wat ook daarbij opvalt, is dat de Boeddha niet alleen spreekt over je moeder, maar ook de vader. Niet alleen over de broer, maar ook de zus. Met andere woorden, elke man is ooit een vrouw geweest en elke vrouw ook een man. Dat ligt helemaal moeilijk, vooral in het Westen. In het Westen hebben we heel erg de neiging om seksen en ook daarmee ook gender heel erg te verabsoluteren. Dat zie je ook heel sterk in de rollen. Terwijl je in Zuidoost-Azië, waar het boeddhisme nog heel sterk is, dat zie je dat wat minder. Zie je vaak dat de scheiding van de seksrollen wat minder absoluut is dan in bijvoorbeeld in het Westen dan, of in Oost-Azië, waar dat wel wat sterker is. En nou ja, om een lang verhaal kort te maken, het hele idee dat een bepaalde persoon in een vorig leven je ouders is geweest, doet je dus op een hele andere manier kijken naar het leven. Ja. In het Mahayana-boeddhisme wordt dat zelfs ook nog verder getrokken en gezegd van nou, je kunt ook spreken van alle levende wezens als je moeder levende wezens. In het Tibetaans boeddhisme is daar letterlijk een woord voor. Je moeder levende wezens. Dus alle mensen worden gezien als je moeder. Dus daarmee
kijk je ook op een hele andere manier naar anderen, naar je medemens. Want je kunt nooit iemand kwetsen. Of je zult veel minder snel geneigd zijn te kwetsen, iemand te kwetsen als je weet dat die persoon ooit je moeder is geweest. Alhoewel we in het Westen misschien soms wel graag juist onze ouders kwetsen. Maar goed, dat is niet zo goed, niet zo goed voorbeeld. Maar dat is dus een hele belangrijke uitspraak die vooral in het Mahayana boeddhisme een heel erg belangrijke rol heeft gekregen. En dat is dus ook iets wat de Boeddha hier dus zegt, ook tegen de eerwaarde Ananda, van ja, dit is dus iets wat zelfs voor een vergevorderde leerling zoals de eerwaarde Ananda is soms wel, is hij er soms even niet bij, van dat kan inderdaad ook werkelijk zo zijn, dat dit de ouders van de Boeddha waren in een vorig leven. Dus vanuit het oogpunt van het boeddhisme is de mens, zoals ik al eerder heb verteld, meer dan slechts een brein. Dus als we iemands handen schudden, wat we tegenwoordig minder doen, maar goed, dan gaan we eigenlijk niet zomaar alleen maar schudden, niet alleen maar de hand van een lichaam. Er is ook werkelijk iets meer in de mens dan alleen een lichaam. Er is ook een geest, een bewustzijn en meer dan een brein, meer dan alleen de hersenen. En het idee van dat bewustzijn, hier is dat in het midden afgebeeld volgens de traditie van Dhammakaya. Dat doet er op zich niet zo heel veel toe, maar het idee is dus dat er meerdere lagen zijn van ons geest. Dit wordt ook wel de kandas genoemd in het oude Pali. Dus de verschillende verzamelingen van de geest. Die dus in jezelf gevonden kunnen worden. En dus de manier waarop je bepaalde dingen waarneemt en vervolgens verwerkt en dan er bewust van wordt ook. Dat is dus ook het hele proces. En het idee daarbij is ook dat er werkelijk zulke dingen in de mens verborgen zitten. En dat alle geheugens, alle herinneringen die we hebben, dat die voortdurend worden opgeslagen diep in onszelf. En dat het dus mogelijk is dat we soms ineens toegang krijgen tot die herinneringen met bepaalde flitsen. Dat komt wel voor dat we ineens, dat we vrij helder zijn van geest en dat we met bepaalde flitsen ineens bepaalde oude herinneringen weer terugzien. Ik denk dat iedereen die regelmatig mediteert, dat doen jullie denk ik allemaal, dan zul je dat wel eens hebben ervaren, dat bepaalde dingen ineens, bepaalde oude herinneringen opkomen. Dat is een ervaring die je meer krijgt als je meer mediteert. Ja, dus ik had ook laatst een hele rare ervaring, dat ik ineens me herinnerde dat mijn moeder me een plaat gaf, een langspeelplaat. Die toen ik ongeveer 5 was. En dat is in feite een herinnering die je normaal niet zo snel herinnert. Omdat de hersenen zo veranderen tussen je 5e en je... Nou, ik ga mijn leeftijd nu niet zeggen. Maar dus dat is in feite een hele rare iets aan de hand. Maar in meditatie komt dat voor. Het wil niet zeggen dat je nou ineens spectaculair je vorige levens herinnert of zo. Maar het is gewoon dat je bewustzijn beter functioneert door meditatie. En dat je daarom ineens bepaalde verbindingen maakt. Als je het wetenschappelijk wil uitleggen, er zijn bepaalde verbindingen tussen synapsen. Tussen de verschillende delen van je hersenen. En in meditatie is het ook mogelijk dat je systematisch en op een hele heldere en duidelijke manier toegang hebt tot die herinneringen. Dat is waarom je in de boeddhistische teksten wordt gesproken over dat de Boeddha zijn vorige levens kon herinneren. Toen hij onder de boom van de verlichting, onder de Bodhiboom zat. Dat hij vorige levens kon herinneren. En dat hij dus op die manier wist wat hij in vorige levens had gedaan. En hoe dat tot een bepaalde ding, bepaalde zaken leidde. Hoe hij door heel veel levens lang in allerlei situaties werd geboren.
En dat hij voortdurend ook zag door dat inzicht wat hij toen had onder de boom van de verlichting, dat er eigenlijk voortdurend dingen worden beïnvloed en veranderd en een voortdurende vergankelijkheid plaatsvindt. De ene leven ben je rijk, het andere leven ben je arm. En door al die herinneringen die hij had, was hij dus ook in staat beter om los te laten. En ook dingen beter te begrijpen. Hoe de aard van het leven, de vergankelijkheid ervan. En dat is dus één ding, maar het is dus ook iets waarmee je dus kunt zeggen van nou, dat verklaart de déjà vu in zekere zin, omdat al die herinneringen die je hebt opgedaan, niet alleen in dit leven, maar ook in vorige levens, opgeslagen worden in je midden, in het midden van jezelf, in de menselijke geest. En dat je in feite die herinneringen heel diep in jezelf zitten. En dat je dus daar toegang toe kunt vinden. In de wetenschap is er niet echt zo'n idee. Maar er is wel een vergelijkbaar idee dat we allemaal als mens bepaald DNA met ons meedragen. En dat DNA ook teruggrijpt naar vele mensen lang. En er is ook zoiets als de epigenetica dat erkent. Dus een deel van de genetica waarin wordt erkend dat we in feite de daden, het handelen van onze ouders genetisch een invloed heeft op ons eigen handelen. En wat ook de epigenetica zegt is dat ons eigen handelen in het hier en nu ook beïnvloedt hoe bepaalde genen zich uitdrukken. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Vanuit het oogpunt van het boeddhisme is het dus mogelijk dat we een déjà vu hebben die werkelijk legitiem zijn, dat die werkelijk realistisch gevoel van bekendheid geven, dat we het gevoel hebben, hey, er is iets wat we hier bekend mee zijn en dat niet een illusie is. Dus het kan best zijn dat heel veel van die ervaringen illusies zijn, maar er is dus ook een legitieme ervaring dat we ergens al eerder zijn geweest of bepaalde mensen eerder hebben ontmoet. Heel vaak, wat we heel vaak in onze traditie ook merken is, dat zal ook heel veel in andere boeddhistische tradities voorkomen, dat mensen bekend zijn met het gezicht van Lompoe of met het gezicht van Kunyai, bepaalde leraren in onze traditie, en dat ze ineens zeggen, ja, die persoon, daar voel ik iets mee. Net alsof ik die persoon al eerder heb gezien in vorige levens. En dat is natuurlijk ook heel gevoelsmatig. Het is niet zo dat je die persoon exact in die vorm in een vorig leven natuurlijk tegenkwam. Maar er is een soort van verbinding, een emotionele verbinding die je erkent. En dat is natuurlijk niet alleen in onze traditie zo. En er is zelfs een documentaire gemaakt door een Indiaanse documentaire maakster. En nog een iemand die een beetje dat aan het leren is. En die is op YouTube geplaatst. Waarin zij een Chinese monnik interviewt die als een van de redenen waarom hij monnik is geworden verklaart, uitlegt, dat die reden was dat hij zich op een bepaalde manier bekend voelde met een plaats, namelijk de tempel, de boeddhistische tempel. En zich bekend voelde met het leven als een monnik, wat hij zag om zich heen in die tempel. En dan vervolgens dat wilde. Dus als het ware een heel sterk gevoel wat hij niet kon verklaren, wat voor hem reden genoeg was om monnik te worden. Dus je ziet dat zelfs als wetenschapper is zo'n verhaal natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dus je hebt in het boeddhisme, dit rijtje heb ik al eerder laten zien, heb je dus het idee dat ons leven een oorsprong heeft. Dat er iets zo is gebeurd voordat we op deze aarde waren. En dat deze ervaringen, deze gebeurtenissen in vorige levens, dat die dus ook ons huidige leven beïnvloeden. Maar daardoor is het dus altijd mogelijk dat ons leven voortdurend verandert, want we weten niet wat we in de vorige levens allemaal gedaan hebben. Positief dan wel negatief. Het is ook mogelijk dat we bepaalde dingen dus heel als bekend ervaren en andere dingen als onbekend. Dat maakt het leven wat onzeker, maar aan de andere kant geeft het wel aan dat er een zekere verbinding is tussen meer dan één leven.
En dat wat we nu doen ook weer een invloed heeft op de toekomst. Iemand heeft wel eens gezegd van, nou, in het boeddhisme leren we uit het idee van meerdere levens, leren we eigenlijk dat we, als we ons, als je het afval niet op straat zet, dat je dan vervolgens met die afval verder zit. Dus als je niet, iedereen heeft bepaalde problemen die in zichzelf of in zijn relaties die je moet oplossen. En als je die dingen oplost, dan merk je dus ook dat je in je leven ervaart dat, of in een toekomstig leven ervaart dat dat een stukje beter is geworden. Er is een verbinding. Nu hebben mensen wel eens gezegd van ja, maar is het niet zo dat mensen gewoon willen dat er een volgend leven is, omdat, of een vorig leven, omdat mensen bang zijn voor de dood? En dat, dan wil je als het ware herboren worden, want dan is dat minder beangstigend. Maar daar zit wel iets in, maar alleen maar de motivatie van een bepaald geloof verklaren zegt nog niks over de werkelijke waarheid in dat geloof. Of de werkelijke, de realiteitszin in dat geloof. Zoals de psycholoog William James, de grondlegger van de moderne psychologie, ooit zei van, het feit dat mensen misschien op een bepaalde reden, om een bepaalde motivatie geloven in reïncarnatie, wil nog niet zeggen dat reïncarnatie geen basis heeft in een bepaalde feiten, in bepaalde zaken die echt zijn. Hij zei daar natuurlijk ook niet zo duidelijk over wat nu de waarheid is, want hij was een wetenschapper en die zeggen dat niet zo snel. Maar het geeft wel aan dat we sommige dingen ook niet weten. En als we het niet weten, dan kunnen we het de mogelijkheid geven dat het misschien wel klopt. Ja. Daarmee heeft het leven dus een bepaalde waarde in de zin dat wat je nu doet, ook, dat je dat ook meeneemt. Positief dan wel negatief. En het is ook beperkt in tijd. Dus je hebt een bepaalde tijd die iedereen is gegeven om bepaalde dingen te doen in je leven. En die positieve dingen, die kun je dan meenemen. En je zult merken dat een mooi woord, een mooi compliment, dat je dat misschien niet alleen in dit leven geeft, maar ook in vele levens hierna, als een soort van rimpeling in het water. En dat als je een keer iemand zijn huid vol scheldt, dat je dan ook misschien de basis legt voor iets wat je nog vele levens lang gaat doen. Daarom zeggen we ook wel, ik wil er ook nog wel eens een keertje over praten, dat als je een ruzie kan oplossen en het niet langer dan een dag duurt, dan is dat het beste. In het Thais boeddhisme zeggen we dat vaak. Want heel veel dingen draag je toch met je mee. Maar goed, dit is het verhaal van de déjà vu's. En natuurlijk kun je zeggen van, nou, er is iets voor te zeggen voor de wetenschappelijke verklaring. Maar aan de andere kant is er dus ook iets voor te zeggen voor de spirituele verklaring. En als er zoiets is als een vorig leven en een volgend leven, de Boeddha heeft zeker niet gezegd dat je dat moet geloven. Maar dan kan het ook een zekere motivatie geven van, ik ben hier iets aan het knutselen, ik ben hier iets aan het werken wat in meerdere levens lang kan worden voortgebouwd. Aan de andere kant is het niet iets wat we natuurlijk met 100% zekerheid ooit zouden kunnen zeggen door alleen ons intellectueel inzicht. Er is ook een aspect van meditatie bij, dat je in meditatie zoiets kan zien en waarnemen, wat natuurlijk ook niet zoveel voorkomt, maar dat geeft het wel een bepaalde realiteit. Zoals we dat kunnen zien in het verhaal van de Boeddha, die dat kon zien. En zo kom je ook wel verhalen tegen in Thailand van monniken die nogal begaafd zijn of bedreven in meditatie, die dus in staat zijn daar iets mee met hun vorige levens, daar inzicht in te krijgen. Alhoewel natuurlijk, je kunt natuurlijk het zijn ervan vinden. Hè? Iedereen heeft daar zo'n recht op om daar het zijn ervan te vinden. Dus dat wilde ik zeggen over déjà vu's voor vandaag.
En nou ja, ik vind het zelf altijd wel een heel boeiend onderwerp. En het is zeker nog niet dat de wetenschap het laatste woord daarover heeft gezegd. En misschien met huidig onderzoek naar meditatie, dat ze op een dag erachter komen dat we allemaal veel meer in ons hebben dan je zou denken op het eerste gezicht.